Dat we... Ik vind het spannend, jongens. Kom op. Kom op! Dus we dachten, nou, we zijn even vrij met z'n drieën. Laten we wat leuks doen. Maar ze is nu lekker bezig met Halloween, want dat zit er natuurlijk aan te komen. En ik ga er even naartoe. En dan gaat ze mij bekladderen. Topdag. We zijn echt, je kan niet voorstellen hoe blij we zijn. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tappies! Gaat weer lekker. We zijn onze vorige vlog geëindigd dat alles ruk ging. En toen hebben we hem gestopt. Ja. Maar de dag ging gewoon verder. Ja, precies. Ja, precies. Dus we zitten nog steeds in die modus. In de verschrikkelijke rukdag. Maar we blijven lachen. Jesse kwam net naar ons toe van, hey, geen ruzie maken. Nee, we zijn alweer ruzie aan het maken. Oh, echt. Jullie zijn ook weer een hele klas. Gewoon een beetje ontdaan van deze vrijdag 13e dag op maandag. En het is geen 13, maar alles wijst op dat het een vrijdag de 13e dag is. Want alles gaat zo fout. En zo ook, zelfs gewoon, want dat hebben we dus in de vorige nog niet gezegd. Nee. De koffiezetapparaat was namelijk ook nog kapot. De nieuwe, de Dolce Gusto. Ja. Ineens kwam er echt een pisschaaltje uit. En pakte de cups niet meer zo goed. Nee. En op een gegeven moment was het zelfs zo erg dat het eigenlijk alleen nog maar druppelde. Ja, melk en pis is er niks bij. Nee, en toen dacht ik, hey. Maar we hebben die oude nog. Tuurlijk. Onze goede oude vriend. Hè? Dus, vertel nou, maar. Nou ja, dus... ik leg hem helemaal vol. En ik wil even mijn kopje vullen. En ik denk, hoe kan die nou al leeg zijn? Zo groot was mijn kopje niet. Nee. Alles lag op de tafel. Alles lag op de tafel. En op de grond. En daaronder, want de tafel heeft zo'n spleetje. Ja. En daar lekt het gewoon doorheen. Maar ja, weet je, we zullen en moeten een kopje koffie. Dus we gaan improviseren. Ja. Dus we doen hem vullen voor precies een kopje koffie. Precies. We zetten hem aan totdat hij groen oplicht. Het kopje staat eronder, de juiste cup zit erin. Helemaal klaar. Als die groen wordt, alles. Heb je ook het goede kopje er nu onder staan? Ja. Want je gaat nog een keer melk doen. Dus het melkje die je voor mij hebt gemaakt, die is zo meteen koud. Nee, hij heeft een bloedje heet. Samen met je zoon. Ja, precies. En ome Carlos die komt ook zo binnen, zie ik. Hij is goed. 1, 2, 3. Go. Hij loopt leeg, dat dan weer wel. Oh, nee. Oh ja, maar er komt, de straal is wel beter dan bij de ander. Komt het uit? Yes. Gaat hij het volhouden om een half kopje te maken? Of loopt het er al helemaal uit? We gaan het zien. Ik zet op dat we... Ik vind het spannend, jongens. Kom op! Nou, we hebben net veel water op het blad liggen. Go! We willen genoeg melk in de koffiekop. Hij is leeg! Shit! deze ging niet zeker. Doe het weer! Maar goed, beter veel melk. Oké. Volgende ronde. Nog een keer. Cupje leeg. Nieuwe water. Nieuwe erin. Ga dat met één hand. Vast wel. Zo. Best te veel. Hij staat op grond. En uit, schat. Jesse. Doe even de deur open voor ome Carlos. Ja, doe even de deur open voor ome Carlos. 1, 2, 3. Oh. Oh, rustig. Wacht. Doe maar open. 1, 2, 3. Ben je klaar voor? Ja. 1, 2, 3. Go. Oh, hij loopt leeg. Ik moet hem vasthouden. Jij moet hem vasthouden. Dat goed. Ja, daar komt hij. Je moet hem uitzetten, hè? 2, 3, stop. Ja, oké. Doe mij nog een beetje koffie bij. Ja. Met dezelfde cup. Maar ik heb heel veel koffie in. Hè? Ja, ik wil koffie. Ja, ook koffie. Ja, dit is een wedstrijd, want anders loopt hij leeg. Het is een wedstrijd tussen leeglopen of koffie. Leeglopen. Ja, dat is goed. En dan die andere, die nieuwe. Wat? Hè? Ja, maar kijk, hij loopt hier al helemaal lang. Je had toch een eentje voor mij, zeg maar, met koffie? Dat was deze. Het was al heel veel melk en nu zit er Daar zat al koffie bij. Ja. Oh, oké, top. Lekker, hartstikke mooi. Zo. Nou, dan gaan we maar eerst eventjes weer uitwringen. Ja. Zo. Oké. En dan? Ja. Wil je me even stoppen tussendoor om clips te maken of zeg je van, we gaan maar door? Kijk maar door.
leeg. Hij loopt maar een beetje leeg. Ja, maar dit is onze reserve. Die is ook kapot. Nee, is die slangbron ook kapot? Nee, ik denk dat hij gewoon een beetje... kalk ervoor zorgt dat hij niet goed meer afsluit. Dus je zet het waterreservoir erachterin en hij loopt gewoon... Ja, die tweede dan, hè? Hij loopt gewoon leeg. Wil je ook een kopje koffie? Ja, maar, ja daar kom ik. Cappuccino of gewone? Nee, ik wil gewoon zo. Nou, dan doen we het gewoon nog een keer, jongens. Maakt het helemaal niet uit. Vandaag speciaal leeggelopen koffie. Ja. Nee, dat gaan we vandaag niet doen. Nee. Nee, we gaan vandaag niet op mij koepen. Nee. Vandaag even niet. Gaan we lekker op jullie pap poepen. Op jullie pap. Dus we hebben het over de lippen. En over het feit dat als ik dus lach, dat mijn lip verdwijnt. Achter zijn snor. En dan dacht ik dus zelf aan... om mijn bovenlip op te laten spuiten. Maar René die kwam met het briljante idee... dat we dus onze bovenlip kunnen trainen. Nou, ik zei, doe gewoon even zo. En dan lachen. En dan zorgen dat die op spanning blijft. Want ik kan ook zo lachen. En heel soms dan, inderdaad als mijn lip een beetje... Ja, zie je me zo, hou je je lip naar voren. Ben je en als je nu gewoon je mond... Ik wel. Jongens, we doen het even zo. Voor de mensen die geen bovenlip hebben, ja. Jongens. Heb je zelf de grond. Gewoon echt zo. En dan zo. Gewoon hou hem naar voren, jongens. Hou hem naar voren. Ja, schiet. Hij schiet naar boven bij jou. Hij schiet gewoon weg. Hier, wachten. Ja, lachen. Nee. Weg. Hij schiet gewoon weg. Ja, schiet gewoon weg, hè? Ja, en lachen. Probeer jij het nog eens? Ja? Ja? En dan gewoon... Ja? Ja, 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 ja! Dat is hem! Ja, dat is... Ja! Box! Ja. Ja, zo is... Ja. Je hebt je lipje. Zie je? Ja, zo mag ik niet natuurlijk. Ja, dan moet je even oefenen. Even trainen. Nee, maar het is gewoon dat je het gevoel even moet houden, dat je die op spanning moet houden. Ja, maar weet je dat het helemaal niet fijn is? Ik heb helemaal geen fijn gevoel. Het is gewoon niet natuurlijk dit. Nee, nou dat zeg ik net. Ja, dan moet ik... Onnatuurlijk gaan lachen. Getraind gaan lachen. Nee, onnatuurlijk. Nee, maar dat wordt toch op een gegeven moment gewoon vanzelf? Nee, geloof ik niet als ik onder spanning sta. Nee, het is heel natuurlijk. Ben je nou aan het lachen? Nee, ik wel. Ah, poepie. Maar... Dat ging niet! Maar, trouwens... mijn moeder heeft ook die operatie ondergaan, hè? Van de lippen? Ja. En, maar die heeft het niet alleen niet echt op laten spuiten. Erin laten spuiten? Die heeft... Nee, ja, ook. Maar die heeft... Die heeft dit... Wel een facelift. Hallo. 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 Huh? Zo ziet mijn moeder er toch niet uit? Nee, dat zeg ik toch ook helemaal niet! Hij heeft net Chinees. Maar kijk, hij is schat, benauwd. Mijn moeder heeft dit zo. Een snor. Een beetje zo, dit. Oh, die heeft dat... Die heeft dat op laten trekken. Beetje zo. Nee, die heeft dat zo op laten trekken. Een ja, dus dit was iets te lang. Ja. En waardoor ze dit hebben versmald. En dan is eigenlijk die lip gewoon een beetje omhoog komen te staan. En niet helemaal zo volgespoten. Okay. Dan heb ik hem toch liever volgespoten. Lippen vol spuiten, hè? Maar ja, ik vraag me af of dan je lip niet wegtrekt. Nee, want dat kan niet. Nee, dat zal er natuurlijk uitzien als je dat laat doen. Wel als je het een natuurlijke proportie doet. Sergio met duckface. Wat vinden jullie, jongens? Moet hij het gewoon voor de grap laten doen? Duckface. Voor de grap? Nou ja. Grap. Ik ben geen grap. Vind je mijn grap? Ja. Ja. Nee, dus, maar je kan toch... Dus iemand zich geroepen om Sergio zijn lippen op te laten spuiten, ja. Meld je dan gratis aan. Ja.
ook gratis. Laten we doen. Maar als je erin spuit, maakt niet uit als het maar gratis is. Dan krijg ik van die blokken, weet je wel, wat ze ook in die billen hebben gedaan. Cement. Een collega van mij heeft dat. Nee. Die heeft daar zo'n randje in zitten, dat is helemaal fout gegaan. Echt? Ja. Zeker. Van die blokken, van die... Van ze heeft net die oude fillers, dat wordt helemaal hard. Ja. Maar ja. Ik wil gewoon een beetje... Dit is gewoon zo'n beetje volume. Net rodonders. Ja. Maar mag ik even, heb jij wel eens die foto van jou gezien uit 2009? Met mij? Wanneer? 2009? Dat is lang. Toen we 2009. Elkaar hebben ontmoet. Daar lach je ook. En dan heb je een bovenlip. Ja, ik heb nou nog steeds een bovenlip. We liggen... We zijn inmiddels maar lekker in bed gaan liggen. We gaan deze dag begraven. Niet meer terugkijken. Maar vooruitkijken. En Olaf was er. Dat was heel gezellig. Ja. Dus we hebben het goed afgesloten. We hebben wel weer gelachen inderdaad. Precies. Huh? Zo is het. Laat dat een voorbode zijn voor morgen. Ja. Waar veel gelachen mag worden. Een hele goede morgen, lieve allemaal. Ik ben vandaag lekker gezellig met Jessie. Het is weer woensdag. Het is mijn dag. Even kijken wat we vandaag allemaal kunnen gaan doen. Dan had ik gisteren een nieuwe wifi-spot gekocht. Of eigenlijk moet ik zeggen, gisteren binnengekregen. En doordat wij dus gebruik maken van het Unify-systeem... heb ik iemand op afstand toestemming gegeven om in mijn systeem te kunnen. Dat is mijn schoonzwager. Gaat lekker even op adem komen. Ik heb dus mijn schoonbroer, nee ook niet, zwager, ja dat is beter, toestemming gegeven om in ons systeem te kunnen. Dan heeft hij dus op afstand onze superhandige... kop. En mooi ook. Unify wifi spot ingesteld. En toen hadden we een Eureka moment. Sorry voor het een beetje rommelig filmen. Toen had ik dus een Eureka moment. Want we hebben nu volledige dekking van het internet wifi in het hele huis. Super blij mee. Eindelijk dus de printer in kunnen stellen. Het eerst kunnen printen gisteren. Dus we gaan vandaag retourlabel plakken op de spot, zodat kunnen we die terugsturen. En we zijn ook flink aan het wassen, want helaas heeft Jessie wat moeite om droog te blijven 's nachts. Maar dat heeft er ook wel mee te maken dat hij gewoon heel erg graag en veel water drinkt. En dat wil ik hem natuurlijk ook niet gaan inperken. Dus we hebben nu wel bedacht om hem 's avonds laat wat minder te laten drinken. En hij heeft ook altijd een beker water naast zijn bed staan. Ja, het is eigenlijk hartstikke gezond, maar niet als hij in zijn bed blijft plassen. Of misschien een broekje aandoen. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Dus ik zet nog eventjes de wasmachine aan. En dan gaan we maar eventjes even rijden. Goedemorgen, Jesse Silver. Hoi. Hoi. Hè? Zijn nou alleen hoi? Geen goeiemorgen. Hoi. Ik heb buongiorno. Blok. Blok? Wat ben je aan het doen dan? Nee, dit. Ben je nu een spelletje? Ja, ik ben bij de boerderij. Op de boerderij? Ja. Wat ben je daar aan het doen dan? Oh. Hoe heet die vogel? Adelaar. Een adelaar? Ja. Wauw. Nou, Jessie is dus sinds kort verknocht aan bamisoep. Kom dan. Is je bamisoepje lekker, Jess? Ja. Oké. Gaan we zo meteen even het pakketje wegbrengen? Ja. Oké. Welke pakketje? Kijkje gaan we werken. Lampjes. Lampjes? Ja, we gaan even spotjes wegbrengen. Spotjes? Ja.
Welke spotjes? Spotjes die we verkeerd hebben besteld. Spotjes die we verkeerd hebben besteld? Ja. Oh. Bij de boerderij? Ja, aan de boerderij. Ja. Ja. Oh ja, en je armbandje moeten we ook nog even halen. Ja. Bij Pluk. Ja. Ja? Ja, maar helaas kan we niet die halen, want de Pluk is dicht. Nee, Pluk is niet dicht. Dat heb ik al gegeten. Oh, oh is dat vergeten? Heel lekker poep. Ja, poep is koosnaampje voor alles. Hallo! Yo! Wij zijn bij Intratuin in Schavenzanden. Want als het goed is, vanaf 1 oktober al de kerst... Ja, hoe zeg je dat? Kerstshow. Ja, zo noemden we het. Kerstshow. Kerstshow. Dus we dachten, nou, we zijn even vrij met z'n drieën. Laten we wat leuks doen. En het is nooit te vroeg voor kerst. Goed plan, let's go! Wat heb je gevonden, schat? Deze gaat mee. Deze gaat zo erg mee. Jessie, gaat die mee of niet? Ja. Mee? Ja. Is helemaal te gek. Ja, hij is wel heel mooi inderdaad. Is het een hij of een zij? Gok een zij. Ja, nou, pak maar in dan. Oké. Oké, we komen dan nu weer bij een afdeling waar we eigenlijk gewoon keihard voorbij moeten lopen. Want dit hebben we al een keer eerder meegemaakt, dat we ergens voor gingen en toen kwamen we weer bij Disney spullen uit. Ja, echt, is dat niet te doen. Kijk nou, Eeyore, Winnie de Pooh, Mickey. Ja. Schatje? Run! Run! Ik ben wel helemaal in de kerstmood. Ik heb wel zin om... Ik heb ook zoveel zin in kerst, maar vooral om me kapot te shoppen. Ja. I'm beginning to feel a lot like Christmas. Ja, maar ik heb gewoon... Ik kreeg helemaal kriebels. Dat ik dacht, oh, ik heb zo'n zin. Gewoon die lekkere, romantische, grappige kerstfilms. Met lekker... Warm chocomel met marshmallows en al die gezellige lichtjes. We zijn net begonnen. Ja. December mogen we weer lekker genieten. Ja, het is toch ook in december pas. Ja. En de gezellige lichtjes. Hoeven we nou nog niet lekker te maken met chocomel en marshmallows. Kerstboom, gewoon winters weer. Ja. Winters, ja. Gewoon een beetje die kou. Mag even 2 dagen sneeuwen. Dat is leuk voor de kleine en daarna moet het weer weg. Ja. En dan... Als je wil, kunnen we voor een maand de kerstboom zetten. Hij staat toch in de weg op zolder. Ja, het kan allemaal. Gewoon omdat het kan. Gewoon omdat het Wat kan. Wat vinden jullie? Zetten of wachten? Nee, maar ik wil hem niet zetten voordat Sinterklaas... Nee. Wat nou? Gaan ook nog Sinterklaas vieren. Dan gaan we toch niet de kerstboom hebben staan? Nee, jullie hebben het altijd over tradities bouwen. Nou, ja, wij doei. Traditie dat de kerst. En dan hangen we er een kerst, een Sinterklaas in. Ja. Oh, een Sinterklaasmuts. Een Sinterklaasboom. Ja. Ja. En dan elfjes die met de Sinterklaas meelopen en zo. Elfjes? Ja. Oh, elfjes. Stond elfjes. Wat heeft elfjes er nou weer mee te maken? Santa Claus has left the building. Zie de wind waait door de bomen. Hey, ik voel hem wel. Moet sketch opkomen. Ik voel hem wel, ja. Elvis Piet. Ja, het is dus tijd voor bed. Ja. Helaas. Ja. Ik hoop dat we snel een bericht krijgen over die lampen.
Ja, dat is inderdaad. Er stond 3 tot 5 werkdagen. Volgens mij zitten we daar wel duurt lang. Ongeveer wel aan. Maar we hebben ook weer een dubbele bestelling geplaatst. En die eerste, daar ging de betaling niet van goed. Oh. En met de tweede wel. Dus misschien dat ze nu de bestellingen door elkaar halen en dat ze het niet sturen omdat ze denken dat het nog niet betaald is. Nou, dan moet je even bellen. Tuurlijk, moet je bellen. Ja. Hier. Zo, meneer, zet gewoon eventjes een heel feestmaal op tafel zo binnen een half uur. Hé. Hey. En hij is nog niet klaar. Moet niet gekker worden. Ik weet niet of er nog meer mensen komen eten, maar... Is het lekker tussen zilver? Nee. Nou ja, dat zijn die ook wel heel snel. Nee, daar moet ik dan patatjes maar even weghalen. Nee. Hè? Zo, is toch vies. Vond jij het niet lekker? Zei jij nee? Goedemiddag. Ik ga spontaan iets grappigs doen. Je weet wel. Mijn vriendinnetje, die ook mijn nagels laatst heeft gedaan. Die doet ook Halloween make-up. Misschien doet ze ook wel gewoon make-up. Maar ze is nu lekker bezig met Halloween, want dat zit er natuurlijk aan te komen. En ik ga er even naartoe. En dan gaat ze mij bekladderen. Dus dat vind ik super grappig. Ik neem jullie mee. Van Sissy niet geaccepteerd om te delen, zodat je het niet zou zien. Vet hoor. Ja, hè? Wat heb je zelf gedaan dan? Nee, Sissy. Cool. Kijk. Huh? Waar kom jij nou? Waar kom jij nou? Ik schrik me genoegje van jou. Wat ben jij nou? Wat ben ik nou? Ja. Ik weet niet wat ik ben. Ik ben gesneden en... Mama enge clown. Huh? Ben jij een sneetje met? Ik heb gekijkt nou. Oeh. Ik ben wel een beetje eng. Ben ik wel een beetje eng? Ja, daarom had ik ook tegen tante Suus gezegd, hè, dat ze even moest voorbereiden. Jij bent ook eng, hè? Ja, zijn we samen eng? Ja. Ja. Super vet. Ik had namelijk, ik zat bij Sissy en toen heb ik naar Suus geappt. Ik zeg, ik kom hem zo halen, bereid hem even voor. Dus toen kreeg ik ineens een appje terug. Wat jij kan Jessie ook. En toen had ze hem gesminkt. Oh, echt waar? Ja. Superleuk. Dus ze zei, hij zei van... Ik probeerde een beetje uit te leggen. Zo van, hé mama, ik wil ook spook.
En toen heeft ze hem dus... dat vind ik eigenlijk wel relaxed. Want dan is het toch beter als je met z'n tweeën er zo uitziet op de fiets. Wanneer is het Halloween dan? Is het dit weekend? Nee, toch? Beter op, volgens mij. Nou. Ja, moet je toch beter aanpakken. Om mij te laten schrikken. Een betere huis. Beetje jammer dit. Beetje jammer. Een hele goede morgen. Het is vandaag echt een topdag. We zijn echt, je kan niet voorstellen hoe blij we zijn. We hebben hulp voor de oprit. Vandaag kon het doorgaan. En helemaal uit Brabant zijn onze helden gekomen. Om ons te helpen met de oprit. Oh, en met een beetje geluk is het vandaag klaar. En anders zijn ze gewoon heel ver gekomen en kan Sergio het misschien zelf wel afmaken. Maar ik ben zo ontzettend dankbaar en blij. Want dat zand in huis de hele tijd en niet je auto kwijt kunnen, maar gewoon op je eigen oprit kunnen zetten. Oh, halleluja! Oh, ze schiet wel aardig op. We zijn nu verder dan de buurman. Dus dat is toppie. Een hele goede morgen. Nou, ik ben zo blij met die mannen. Die mannen zijn tot super laat doorgegaan. En op een gegeven moment was het natuurlijk echt heel donker. Dus ze zagen eigenlijk niks meer. Maar in ieder geval, het grootste deel ligt erin. En Sergio die is het nu verder aan het oppakken met de buurman. Hij is nu bezig met het perkje. En de buurman... Die gaat heel veel zand van zijn eigen oprit afhalen. Want blijkbaar hadden we toch nog wel erg veel. Op zich komt het niet heel slecht uit. Omdat we eigenlijk achter in de achtertuin net wat te weinig hebben. Dus dan kunnen we dat mooi naar achter sjouwen. Maar dat is wel weer even extra werk natuurlijk. Ik zal het even laten zien. Hoe gaaf is dat? En aangezien de buurman dus nu... aan het meehelpen is, ga ik met Jesse Silver en Vaas, de buurjongen, naar rugby. Nou, Sergio die is heel druk bezig geweest. Het is nog niet af, maar ja, ze staan nu ook maar met z'n tweeën. Gelukkig is het alweer een stuk verder. Dus wie weet, in de volgende vlog is de oprit wel af, of in ieder geval voor een heel groot gedeelte. Hopelijk vond je het voor nu weer een leuke vlog. Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten om op de hoogte te blijven. En ik zie natuurlijk heel graag weer jullie reacties. Tot de volgende keer!